Het is zondag 4 februari 1990. In het Spaanse Getxo zorgt Henk Baars voor een grote verrassing. De coureur uit Diezen neemt in de laatste ronde op de omloop van het WK veldrijden de kop. Hij leidt een groepje waarin een van de gedoodverfde favorieten, de Tsjech Radomír Simonek, maar waarin ook Adrie van der Poel en Frank van Bakel in het oranje meestrijden. Baars trekt even goed door, neemt een tiental meter voorsprong. Als Simonek achter hem een klein foutje maakt, vergroot de kleine man uit Diezen zijn voorsprong en rijdt juichend naar de overwinning. Na Henny Stamsnijder in 1981 betekent dat de tweede Nederlandse wereldtitel in de cyclocross. Adrie van der Poel, Richard Groenendaal en Lars Boom worden in het oranje zijn opvolgers. Voordat Mathieu van der Poel zich tot drie maal toe tot de allerbeste veldrijder op een WK laat kronen. Rijkhalsend wordt nu door de veldritliefhebbers uitgekeken naar de crossen in het nieuwe seizoen. Terwijl de wegrenners nog grote klassiekers als de uitgestelde uitputtingsslag Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije voor de wielen hebben, is intussen het nieuwe veldritseizoen van start gegaan. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thomas Pidcock blijven nog even bezig op het asfalt. Misschien een voordeel voor de andere veldrijders, dat de grote drie er nog niet meteen bij zijn. Anderzijds betekent het wel dat de anderen verplicht zijn er meteen vol in te gaan. Voor hen betekent het nu of nooit. Opmerkelijk zijn de talrijke klassementen waarin de cyclocross om de volle winst wordt gestreden. Er zijn 16 crossen in de wereldbeker, waarvan de eerste drie binnenkort in Amerika. 8 zijn er in de superprestige, met Gieten in ons eigen land als openingswedstrijd. Dan nog 8 grote Belgische veldritten voor de X2O-trofee. En ook nog, alleen al bij onze zuiderburen, nog 8 ETIAS-crossen naast een tiental andere grote losse veldritten. Komen er onderhand niet te veel klassementen in het veldrijden? Welkom bij Koerscafé, het maandelijkse wielertalkshow van Campen TV. We zijn hier te gast in een van de mooiste locaties in Eindhoven, in het wielercafé De Cyclist. Het ademt hier een en al naar de wielercultuur, naar het wielrennen. We hebben vandaag 3 gasten bij ons. 3 gasten die dezelfde passie met mij delen als het gaat om het veldrijden. Allereerst Henk Baars, welkom. Henk, voormalig wereldkampioen in 1990, werd hij wereldkampioen in Spaans Baskeland. 3 jaar later nationaal kampioen, een beetje voor eigen deur in de Beekse Bergen. Je hebt nog steeds interesse in de veldritsporten, Henk? Ja. Ja, via televisie, hè, veel. Ja, het is, komt goed op televisie, dus dat betekent dat ik 's morgens gaan fietsen, 's middags fietsen kijken. Ja. Onze tweede gast is Edwin Raad. Edwin begon bijna 40 jaar geleden de dikke bandenraces. Toevallig ook in mijn vroegere woonplaats Lierop, in de Tour de Lierop, destijds deelgenomen. Je werd ook wereldkampioen bij de Masters verschillende keren. Ook bij de nationale titelstrijd heb je verschillende keren een rood-wit-blauwe trui veroverd. Ik zag onlangs een foto bij jou op sociale media, via de sociale media, met een beker voor je 605e overwinning, Edwin. Ja, veel wedstrijden gewonnen inderdaad. Wel allemaal op bescheiden niveau. Altijd opgekeken naar toppers zoals Henk. Zelf nooit tot beroepsrenner kunnen brengen. Door diverse omstandigheden. Maar nog steeds heel veel plezier in het koersen vooral. Ja. Onze derde gast is Joop Klas. Die stond nog bij de eerste Omloop van het Zuid op het podium destijds hier in Eindhoven. Je bent later betrokken geraakt naar je verhuizing naar Reuzel bij de organisatie van de kerstveldrit. Ja. Je bent hier op bekend terrein, Joop? Maar nu zijn we bij de cyclist, op deze locatie? Nou, nee, niet echt, want ik kom uit Woensel. Je komt uit Woensel. Maar ik ben hier wel natuurlijk al ooit geweest in de buurt, maar toen was het nog niet zo vol gebouwen als hier nou. Nee, het is heel veranderd, hè? Heel veel veranderd hier in deze regio. Ja. We gaan ook met jou straks praten over je veldritpassie.
We gaan eens even ver terug in de tijd. We gaan even terug naar het allereerste begin als veldrijder, Henk. Dan moeten we even ver terug gaan. En ik weet dat daar een heel belangrijke rol bij jou gespeeld heeft, bij de Toon Donkers. Ja. Ja, ik was toen fanatiek voetballer. En Toon was een plaatselijke wielrenner. Samen met Piet van Beurden. Ja. Waren twee renners uit Diessen. En ik was voetballer en ik fietste was ook met Trumplup mee. En toen zei Toon van, nou is dat niet voor jou een keer fietsen? Ja. Je kunt het licht proberen. En hij had een racefiets, een Gazelle, maat 58. Wist ik niet dat die kleiner moest zijn, maar ik paste erop. En remmetjes werden er aangemaakt en ik kon rijden. En meteen ook al de grote successen, denk ik? Nee, ja, ik ging meteen naar Molenschot. Dat was een wilde cross was het toen. En toen reed ik kort, de eerste vijf. En ik dacht van, jezus, deze is wel lijkt wel iets voor men. Ik ben voetbal de miste is, ja, je zet mij 11 man. Ik moet 11 man moeten dan hetzelfde interesse hebben en enthousiast zijn. En ja, dat was niet altijd. En nou had ik iets, deze ligt helemaal aan mijn eigen. Dus ga ik vol mijn eigen ding doen eigenlijk. Ja. En ik voelde gewoon dat deze lag mij gewoon, de veldrijden. Ja. Dus daar heb ik mijn eigen helemaal op gespitst eigenlijk. Ja, dus als nieuweling begonnen. En later ook overstaan bij de amateurs. De grote successen kwamen na een aantal jaren? Ja, in het begin was de nieuwelingen, er was helemaal niks. Want er was, ik heb één mankement. Dus ik kan gewoon niet klein rijden. Dus bij nieuwelingen rijden 50, 17, ja, met zo'n verzetten kan ik gewoon niks. Nee. Bij de junior hoor 52, 15, daar begint er iets op te lijken. Bij de amateur is vrij. Ja. Dus ja, toen kwam ik iets meer uit de verf. Intussen was ik hier ook werkzaam bij de DAF, hier op de Gelder op z'n weg. Want op een gegeven moment kwam van school af, de Ruisschool hier in Eindhoven. Toen de Gelder op z'n weg bij het Research Centrum heb ik een baan gekregen. Moeilijk in de tijd, moeilijk allemaal, want ja, je bent wielrenner en je moet werken, dus er blijft heel weinig tijd over. En ja, dan moet je een oplossing zoeken. En de oplossing was, morgens vroeg uit bed hier naartoe fietsen en s'avonds weer terug met je pukkel op de nek. Lijnskanaal een stukje hardlopen, fietsen op de nek. Als een idioot naar huis, fietsen, een pukkel aan de kant, gauw fietsen. S'avonds eten in de magnetron en naar bed. Ja, op die manier ook je kilometers gemaakt en je voorbereiding. Toen kwam kilometers en toen kwam Toon die... Dat was de vraag. Toon was een belangrijke persoon, want die heeft me op het fietsen gezet. Maar Toon die deed toen ook, toen kwamen er wielrencursussen. In ieder geval voor wielrentrainers. En Toon was een trainer, was de trainer die dat ging doen. En ja, ik was de pupil. En de doorbraak van mij kwam eigenlijk toen we in Diessen eigenlijk op een veld, dus een voetbalveld, die gingen wij s'avonds wielrentraining geven. Dus training, veldrijden. Dus ik had al de week al op en neer naar het Eindhoven gefietst. En toen gingen we dinsdag en donderdag s'avonds met een lampje op een veldje rijden. En dat sloeg heel goed aan. Toen kwam Heijn en Verkwander. Het was een voetbalveldje. En we reden met 40 man. Dus het was gewoon veel te klein. Maar het bracht wel iets extra's. En dat was voor mij net een beetje een paar procent. Om gewoon ook uit die barrière te komen van weinig tijd. Niet trainen, moeilijk trainen. En zo ben ik eigenlijk doorgestoomd naar de nationale top eigenlijk. Tot het telefoontje kwam van Ruud Bakker van Henk Baars. Heb je jou een beetje in beeld, zou je geen prof willen horen? Ja. En toen werd je prof bij Panasonic. En toen werd ik prof bij Panasonic. Ik neem niet aan dat daar hetzelfde salaris tegenover stond als wat betreft de toppers bij de profs in die tijd. Hè? Nee, want ik zei, ja, moet ik dat nou gaan doen? Want ik had een job als machinebankwerker. Dat viel me goed. En Nico van Nes was inmiddels mijn trainer geworden. Hij was ex-wielrenner en was masseur. En hij zei, ja, je moet het gewoon doen. Je kunt toen mannelijk staan bij de amateurs, dus we hebben geen prof. Dan heb je tenminste nog iets. Nou, ik kreeg niks en dan met prof kreeg je 200 gulden. Ja. Dus ja. Nou, dus de contracten was heel simpel. Het was een papiertje waar een handtekening stond en die kreeg een paar broeken die een beetje te groot waren. En, twee fietsen of drie fietsen, dus dat was al heel wel, want ik heb nooit niks gekregen. Dus. En ik was vertrokken. Ja. Ik heb snel pak van Walter, grote vrouw, heb ik nog in de kast liggen. Want ik kreeg snel pak, maar dat was ook te groot. Maar ik had snel pak. In jouw retroverzameling. We gaan naar Edwin. Edwin Raats. Ik zei straks bij de ANF al ook wereldkampioen, ook nationaal kampioen. Jouw eerste schreden op het wielerpad als het gaat om het veldrijden. Je was niet meteen een veldrijder toen je begon. Toch al bij de nieuwelingen mee begonnen. Ja. Maar dat was echt heel amateuristisch. In die zin, ik was vooral wielrenner. Ik wilde graag wegwielrenner worden. Het veldrijden vond ik wel heel interessant. Ik keek er graag naar. En ik wilde ook wel in de winter bezig blijven. Dus
al het spul wat op de weg versleten was. Daar had ik een fietsje van gebouwd, zelf in elkaar gezet en daar kon ik dan mee gaan veldrijden. Maar net als bij Henk, die fietsje was veel te groot. Volgens mij was het een 65 frame maat en ik was nog maar echt een klein mannetje. Dus als ik die fiets op de nek pakte, dan kwamen de wieltjes nog op de grond. Dus het ging eigenlijk nergens over. Maar ik deed het heel graag. En toen ben ik eigenlijk daarna de veldrijsport verschillende jaren uit het oog verloren geweest. Dan was de winter echt om te rusten. Ik kwam met mountainbiken wat opzetten. Dat vond ik wel al heel leuk. En toen ben ik eigenlijk ook weer in de winter wat meer fanatiek gaan veldrijden. En toen zei mijn trainer Albert Pieters destijds al van eigenlijk ligt dat veldrijden jou beter als mountainbiken. Mijn motor die was te klein om echt die internationale grote mountainbike wedstrijden mee te doen. Maar het was te goed gesponsord met een mountainbiker. Dus ik denk, ja, ik heb het goed zo, dus ik ga lekker door. En eigenlijk is pas na mijn echte fanatieke carrière, tot ik nog echt beroepsrenner wilde worden, begon ik de sport een beetje echt meer als plezier te zien. En toen ben ik eigenlijk pas heel fanatiek gaan veldrijden. Dus eigenlijk te laat om er mij echt in te kunnen verdiepen. Ja. Maar nu doe ik het nog steeds met veel plezier en geniet er nog elke week van. Ja. Je combineert het nog steeds met het rijden op de mountainbike en met het wegwielrennen? Mountainbiken iets minder. Ik vind dat de Nationale Bond de mountainbike sport in mijn ogen veel kapot heeft gemaakt. Ik vind het geen leuke parcoursen meer hier in Nederland. Waarschijnlijk hebben ze ook wel verschillende milieubewegingen tegen gehad om de mooie koers te kunnen blijven organiseren. Maar als ik nou kijk in mijn tijd als elite renner, ik denk dat er 120 deelnemers waren bij een mountainbike wedstrijd. En nou moeten ze blij zijn als er nog 12 aan de start staan. Dus nee, het mountainbike sport in Nederland vind ik ver achteruit gegaan. Wielrennen doe ik nog wel heel graag. Ook dit jaar weer toch, ondanks de corona beperkingen, een leuk seizoen gehad. En ook daar nog steeds met heel veel plezier. Ja. We gaan met Joop praten over zijn wielercarrière. Je bent ook een aantal jaren licentiehouder geweest. In de jaren 60. Ja. In de jaren 60 tot de jaren 70 heb ik gekoerst. En diverse wedstrijden gewonnen bij de aspiranten en nieuwelingen. Ja. Alleen toen ik in het amateur gedeelte terecht kwam, was het voor mij moeilijker, want ik moest hele dagen werken en nog wat studeren. Ja. En op een gegeven moment getrouwd en dan wordt het wat moeilijker om dat te volbrengen. Ja. En toen ben ik gaan voetballen. Ja. Heb je die tijd ook aan veldrijden gedaan, in die periode? Nou, ik heb toevallig nog gekeken, maar in die periode was er eigenlijk nog geen veldrijden. Nee, nee. En ik weet dat ik met wat jongens toen de tijd in de winter gingen trainen op de Zonse Bergen. En daar deden we zelf een beetje mountainbiken. Ja. En naar de rand is dat dus uitgegroeid, want dan was mijn wielerclub het Zuid ook. Ja. Was daar een van de eerste. Ja, met de Janus van de Horstbokaal in die tijd. Ja, veldritwedstrijden. Ja. En daarna ben ik, nadat ik gestopt ben, weer gaan voetballen. Voor mijn plezier, maar op een gegeven moment kwam ik toch nog in het eerste van Reuzel Sport terecht. Kijk eens. Dus daar heb ik diverse jaren in rondgelopen. En daarna de trainersdiploma's gehaald en heel lang in het trainersjob gezeten. Ja. En toen ik daar eigenlijk een klein beetje op uitgekeken was, ben ik weer gaan fietsen. Ja. En zodoende ben ik bij RWC Reuzel terechtgekomen. En op een gegeven moment in het bestuur en ook met de organisatie van de veldrit en van de mountainbiketocht een eigen bezig gehouden. Veel organiseren. Er zijn nog comité's die met veel enthousiasme organiseren nog steeds. En dit jaar zelfs internationaal is het wielercomité uit Moergestel. En Kempen TV die ging namelijk een kijkje nemen op de nieuwe locatie waar straks de meet getrokken wordt, de eindstreep zeg maar, van deze veldrit, van deze grote prijs Destel in Oosterwijk. En daar gaan we kijken naar een interview met Hans Cornelis en met Peter Hofmans. Welkom Klein Oosterwijk in Oosterwijk, recreatiepark waar wij dit jaar voor het eerst de internationale grote prijs Destel gaan organiseren. Wij zijn de stichting Wielerronde Moergestel Oosterwijk. Wij zijn al een kleine 40 jaar actief in het wielrennen, vooral in het veldrijden. En we zijn een stichting louter bestaande uit vrijwilligers. En voor ons is het puur hobby om dit te organiseren.
ja, de veldrit heeft eigenlijk altijd de naam gehad. Veldrit Moergestel. Ja, in het begin was het gewoon een lintje spannen in de wei en lekker crossen met elkaar. Maar geleidelijk aan, als je groeit, komen er ook ambities bij. En op een gegeven moment ga je ook de naam van je sponsoren verwerken. En zodoende nu de naam Grote Prijs Desteel. Maar we hebben ook bijvoorbeeld het NK Jeugd georganiseerd in 2020. Ook weer vermeld naar de sponsor Health City destijds. Wij organiseren vooral wedstrijden ook voor jeugd. Dat zijn dan ja, niets, op dat moment niet zeggende namen die hier aan het vertrek staan. Maar later als je naar tv zit te kijken en je ziet Daphne van der Brand bijvoorbeeld. Als winnaar over de streep komen of Danny van Poppel. Ja, dan weet je, ze hebben toch bij ons hun basiscrossjes gedaan. Nou ja, wij vinden stilstand is achteruitgang. Je moet ambities hebben en we vinden het ook gewoon leuk om de lat steeds hoger te leggen. En ja, we zijn ook wel een beetje geprikkeld door teams en door ook de KNU die zeggen van goh, hoe fijn zou het zijn als we ook in Nederland nog wat extra internationale veldritten zouden hebben. De datum op de kalender is prima. We hebben te maken met een blok van 3 wedstrijden voor de Wereldbeker in Amerika. Daar gaat zeker niet iedereen naartoe. Dus ja, hopelijk mooie namen hier in Oostenrijk. Voor het eerste jaar zitten we hier op het Streekpark. Nieuw parcours. Heeft ook te maken met de richtlijnen die de UCI stelt aan internationale wedstrijden. Bijvoorbeeld breder verhard stuk voor het start en finish. En ja, we hebben hier veel voorzieningen bij de hand. Dus dat maakt het mogelijk om ook ja, grotere groepen renners en publiek te ontvangen. We hebben binnen ons bestuur hele deskundige mensen die zelf vroeger ook gefietst hebben. Onder meer Peter Hofmans, die ook nog Nederlands kampioen is geweest in zijn categorie. Nou, de eisen voor een veldrit internationaal, daar moeten gewoon wat hindernissen in zitten. En dan heb ik het over balken. Die zijn ongeveer 40 centimeter hoog. Een trap is ook een hindernis. Een zandbak is ook een hindernis. Ja, we hebben natuurlijke hindernissen zoals sloten, mits ze niet te gevaarlijk zijn natuurlijk, die mogen erin zitten. Een schuine kant, dus die we in de lengterichting nemen, dat is ook een hindernis. Die hebben wij namelijk hier ook één en die is ongeveer 45 graden. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat ze die zullen gaan nemen. Maar ik denk als er één schaap over de dam is, dan volgt de rest vanzelf. Dat zijn ongeveer de criteria. En dan een parcours moet minimaal 2,5 tot 3 kilometer zijn. Wij tikken hier de 2900 meter aan. Een goede startweg. Nou, die hebben we ook. We hebben op zaterdag alle jeugdcategorieën. En die hebben we uitgebreid met nieuwelingen jongens en nieuwelingen meisjes aan het einde van de zaterdag. En op zondag eigenlijk alle overige categorieën van masters, amateurs, juniors, mannen, juniors, vrouwen en elite dames, elite heren. Nu we de UCI-status hebben gekregen, komt er wel wat op je af. Een paar voorbeeldjes. Vroeger konden we gewoon met de lokale EHBO ons ding doen. Ja, nu is er toch nodig dat er een arts aanwezig is. Een volledig bezette ambulance. Technische gids hebben wij tweetalig opgesteld. Zodat daar alle informatie is. We moeten zorgen dat er ook informatie is over overnachtingsmogelijkheden. Het prijzengeld is fors gestegen. En we krijgen veel meer aandacht van de media. En dat is op zich prima. Ja. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Niet voor die aandacht, maar wel dat veel mensen hier een leuke zondag en zaterdag kunnen beleven met prachtige veldritsport. Met de internationale status waar we het daarnet over hadden, stijgt natuurlijk ook het budget wat je moet bij elkaar sprokkelen. Ja, dat is fors. En ik moet zeggen, in deze economische tijden valt dat ook niet mee. Gelukkig hebben we hele mooie partners gevonden. Die in ieder geval zorgen dat we dit jaar kunnen organiseren. En ik denk dat het dusdanig succes gaat zijn dat er volgend jaar veel meer mogelijk is. En dat meer partijen zeg maar dit evenement willen gaan ondersteunen. Nu we toch ook al wat Belgen, Italianen, Zwitsers op de radar hebben. Denken we dat daar meer mensen op af gaan komen. We hebben overigens ook een Koreaan die zich heeft ingeschreven. Ja, internationaal evenement trekt meer mensen. En we kunnen ze hier prima kwijt. Ze hebben een leuke dag.
Wil je maar een uurtje komen kijken? We hebben natuurlijk ook een prachtig centrum in Oosterwijk. Dus maak er een leuke dag van op 17 oktober. U keek zojuist naar een reportage van Campen TV van Koerscafé over de grote prijs Destil op zaterdag 16 en zondag 17 oktober. Ze hebben grote plannen ook voor de toekomst. Dat mag duidelijk zijn. Wellicht ook een Nederlands kampioenschap en wie weet een wereldkampioenschap. Ik zei het al, we hebben een aantal wereldkampioenen bij ons zitten. Het wereldkampioenschap, Henk, in 1990 in het Spaanse, nou ik weet niet of ik het goed uitspreek, op zijn Baskisch, Getxo, in Spaans Baskeland. We gaan even mee naar de voorbereidingen op dat wereldkampioenschap. Was jij vooraf ook de grote favoriet voor de wereldtitel, Henk? Nee, echt niet. Ik had een goed jaar, alleen ik bij het NK moest ik me eigenlijk kwalificeren, alleen mee inrijden. Reed tegen een paal aan, een wide paal, zoals ze bij ons zeggen. Ja. Dus zo dik. Zo dik, ja. Die brak af, was kraakt precies in mijn rib. Dus ik ben naar een rijntje gegaan van, ja, jezus, ik kan eigenlijk niet rijden, want ik kan bijna geen ademhalen. Alleen ja, het NK staat bekend, dat moet bij de eerste drie zijn, anders wordt er gewoon gepasseerd. Ik heb toch kunnen rijden, maar ze hoorden me elke aankomen, bij elke hobbel van Zo ging de hele wedstrijd door. Toen ben ik nog zevende geworden. Toen heb ik nog de week daarna een herkansing gekregen en die heb ik toen kunnen pakken. En toen heb ik toch mij kunnen kwalificeren. Heb ik mij kunnen goed laten behandelen met die ribblessure. Dus ja, ik stond er gewoon blanco in. Ja. Ik kreeg goed, de conditie was goed, want ik had een goed jaar terug. En alleen de laatste week was een beetje onzeker vanwege die rib. Alleen de conditie die was er en dus ging naar Spanje om, dan moest iemand wereldkampioen worden. En we hadden een sterk team. Zaterdags was het regenachtig. En ik had, net zoals Max Verstappen, gewoon slikbanden. Dus en iedereen was nerveus met zijn banden. Ik dacht van nou, ik laat liggen wat er ligt. En morgen vroeg, dan waren we wakker en dan kijken we hoe het erbij hangt. Ja. En zo zijn we ook de wedstrijd ingegaan. Ja. Op welk moment kreeg je al de indruk van, nou, ik maak een kans vandaag op goud? Dat was toen de eerste keer dat het stil viel op de wielerbaan. Was ze vertrokken als gekke. Dat was echt even boven mijn niveau. En ik dacht, nou, ik moet me nou niet gek maken. Ik moet blijven rijden. Want ik had al gezien dat op de wielerbaan elke stil viel. Nou, ik hou al mijn pijlen op mijn boog. En toen het stil viel en ik eigenlijk naar voren kon rijden, ik dacht van, nou heb ik ze te pakken. Want ik had waren al verschillende keer spelprikken net gedeeld en ik kwam aan de kop en ik had eigenlijk al mijn troeven nog in hand. Toen ben ik ook op kop kan rijden. Ik heb eigenlijk heel het eigenlijk op kop gereden. Ben ik naar terug aan het kijken. Ja. En tot de aanval van Pascal Richard, die ging een keer aan. En toen zei ik tegen Van der Poel, ja, nou moet ik echt meegaan, want die wil echt serieus vertrekken. Ja. En dat is toen nog niet doorgegaan. Toen kwam in de ene laatste ronde nog een aanval van Paul de Brouwer. Dat van, als ik zover ben, dan moet ik het ook niet gaan proberen, dan is de man. En toen dacht ik van nou, de laatste keer achteraan in parcours, waar bocht met een klein beetje berg op over de hindernis, zei daar is mijn plek om aan te gaan. Ja, ja. En toen, op dat moment ben ik daar aangegaan, ik heb gewoon keihard naar de finish gereden, en niet meer gekeken. Ik dacht van nou, wat er gebeurt is altijd goed, want als we me terugpakken dan, degene die de sprint wint, die wordt wereldkampioen. Ja. En als ze me niet terugpakken, dan ben ik wereldkampioen. Ja. Maar ik ben vertrokken en zonder donderdag denk ik gewoon, rammen en zorgen dat het goed is. Je moet ongetwijfeld het geluid van je supporters gehoord hebben met aanmoediging. Ja, die waren er met heel veel. Maar die waren er veel. Hè? Die waren er wel, ja. Maar, had een hele grote groep supporters. Een grote bus, ja. 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 En dan, die stonden allemaal aan de kant en die waren in het begin allemaal een beetje nerveus natuurlijk. Want ja, op een gegeven moment ik zit niet meteen van voren. En Jan die zei van, die zag het al, dat de kleuren goed was, de kleur op mijn gezicht. En ik had ook gelijk, dus die zei al van, die gaat vandaag zeker bij de eerste vijf rijden. En dan komt erna nog geen feestje, maar een heel groot feest in Diessen. Ja. Jouw ontvangst, iets over. Ja, dat was gewoon Diessen op zijn kop. Ja, want dat... Ik hoor nog steeds zeggen, de kastlijn hoort zeggen, we hebben nog nooit zo'n groot feest, er is nog nooit zoveel bier gedronken als die in de hand. Ja, kijk eens, dat is nog steeds niet overtroffen. Wat een mooie herinneringen. Ja. Heb je ook veel bier gedronken toen jij wereldkampioen werd voor de eerste keer? Eigenlijk is dat wel een draad door heel mijn carrière ook wel. Ik ben altijd wel fanatieke renner geweest, maar ik heb ook nog altijd wel van het leven gehouden. Dus, sterker nog, ik heb regelmatig ook net voor een wedstrijd een biertje durven te pakken. Ja. En als dat het geval was, dan kon je me wel vast opschrijven. Ja. Dan zat ik er kort op bij de uitslagen. Ja.
alles wel met mate natuurlijk. Hè. En zeker voor een wedstrijd gewoon één biertje. Maar dan, ja, dan stond ik op scherp. Ja, ja. Je bent een kampioensrijder ook, Edwin? Je kunt je richten op kampioenschap? Ondertussen wel, denk ik. De eerste jaren van mijn carrière niet. Was ik veel te nerveus, veel te zenuwachtig. Kon ik eigenlijk helemaal niks. Pas later, na vele jaren ervaring, kon ik daar wel beter mee omgaan. En dan lukt dat één keer om toch de kampioen te worden. En dan groeit dat vertrouwen. Dus ja, daarna heb ik toch behoorlijk wat titels binnen weten te halen. Ja. Ja. Recent is nog het Europees kampioenschap in Tabor, Tsjechië. Dan moest ik tegen Erik Dekker opboksen. Toch ook niet de eerste, de beste. Maar ja, daar had ik Erik Dekker geklopt. En dat is wel een extra. Geeft nog een extra zoom aan zijn titel natuurlijk. Ja. Ja. Want die drive die blijft bij jou. Nog steeds, ja. Ik heb er nog steeds plezier in. In trainen af en toe al minder. Al zoveel jaren gefietst, altijd dezelfde rondjes. Daar ben ik wel een beetje, ik heb het wel een beetje gezien. Aan de andere kant kom je dan weer andere renners tegen en dan geeft het ook weer een nieuwe stimulans. Maar op wedstrijden is nog steeds wel ja, mijn ding. Ja. Joop, we gaan eens met jou praten over de traditionele kerstveldrit die ja, jammer genoeg een aantal jaren niet meer georganiseerd is. Nee, klopt. Er zit nog een mogelijkheid in voor een doorstart? Misschien, ja? Als we wat verjonging bij de club krijgen. Want die is op dit moment behoorlijk op leeftijd. Komen we wel wat jongeren bij. Ja. Maar ja, we hebben dus eigenlijk geen KMU-tak meer. Nee. En dat is dan het probleem. Wij organiseren nog wel een toertocht. Een grote MTB-toertocht. En dan binnen de club organiseren we wel, maar ja, op dit moment geen veldrit. Ja. Ik heb overigens ook zelf mooie herinneringen nog aan de kerstveldrit op tweede ja. Kerstdag moet ik dan zeggen. Ja. Het was altijd heel gezellig. We kwamen als morgens met de juryleden samen bij de Red Corel bar. Dat was toen de bar in Reuzel. Ja. En het, ja, het rook niet alleen naar rook, zeg maar ook naar een bier. Het was een heel aparte binnenkomst. Ja. Later zijn jullie zeg maar als vast vertrekpunt bij de oude brandtoren. Hè? Ja. Bij die zaak. Parcours, ja. Lag het parcours. Ja. Wat was nou het speciale van het parcours van de kerstveldrit? Wat was het speciale van dat parcours? Ja, het was gevarieerd. Hè? Ja. Er zaten erachter wat bulten in. En korte stukjes. Soms konden goed passeren, soms konden niet goed passeren. Ja, en in die tijd hadden wij naar de rand ook zo'n Jantje en Bart Dirks. Ja. Wat dan tot de favorieten behoorde. En dan werd het ook druk langs het parcours. Ja. Ik weet niet of ik neem maar ook dat Linda nog goed meegedaan heeft. Het zusje. Ja, die had ook nog bij de dames. Op podium, kan ik me nog herinneren. Ja, ja. Maar Edwin heeft ook een aantal keren op podium gestaan. Op de hoogste treden in Reuzel. Ik ben net aan denken. Ik weet niet of ik daar ooit niet heb gewonnen eigenlijk. Nee, is de vraag. Ja. Volgens mij, ik reed er altijd heel erg graag. Het was ook altijd een periode tot ik goed was. Het was een aanloop naar de kampioenschappen toe. Tweede kerstdag. Ja. Ik heb er ook daar heel veel premies achtergelaten weer in de brandtoren inderdaad. ook daar smaakten ze altijd heel goed na de wedstrijd. Maar een hele leuke wedstrijd. Vooral eigenlijk nog als het geregend had. Als het daar een beetje modderig was, dan werd het echt wel wat zwaarder. En dan vond ik daar helemaal wel mijn ding. Ja. Het toeval wil dat we de eerste winnaar van de veldrit van Reuzel bij ons hebben zitten. Henk Baars, 1981. Ja. Wat zijn jouw herinneringen eraan, Henk? Ja, dat was denk ik een strijd met Frank van Bakel. Kijk eens. En toen, ik had één troef, dat was, ik kon over de balk springen. En dat wisten ze een Reuzel ook. Ja. Dus je had van tevoren ingezijnd van de mensen van de werkploeg. Ja, Kees Moeskops zei van een balkenleerder. Ik zei, dat weet ik genoeg. Hè? Ja. Dus dan was wacht op de laatste ronde en dan eroverheen en keihard doorrijden. Dus, maar dat wist Frank ook dus. Ja, maar dat was altijd een tweestrijd tussen Frank en Huub Kools. Dat heb ik nog ooit meegedaan. Maar dat was Frank en ik, dat waren meestal de twee mannen waar het uiteindelijk de laatste ronde om ging. Ja. Zeg maar, als je het vergelijkt met het veldrijden, nu hadden we in die tijd veel meer toppers in Nederland als het gaat om veldrijden. Mensen die op het podium terecht konden komen. Ja, de wedstrijden waren gewoon meer verdeeld. Gewoon, nou werden gewoon één grote A-veldrit. En dan is er een omtrek gewoon bijna niks te rijden. Nee. Dus dan vroeger konden we eens een keer naar een andere wedstrijd gaan. En dan konden we gewoon makkelijker een goede prijs rijden. Dan waren er gewoon twee toppers, twee subtoppers. En de rest was aan elkaar gewaagd. En nu ga je naar 30 groeien, dus ja, je bent al een hele knappe renner als je bij de eerste 30 kunt draaien. Ja. Dus het is gewoon, nu is het gewoon super moeilijk om mij te laten zien. Ja.
We hoorden Piet Gijpers ook praten in de introductie hier van de Wielerspiegel. Dat hij het had over de vele klassementen. Maakt het dan ook niet veel moeilijker voor de coureurs om over al die klassementen te rijden, denk ik? Ja, lijkt me een beetje onoverzichtelijk. Het wordt ook een beetje veel. En het houdt ook andere organisatoren denk ik tegen om iets te organiseren. Want ja, wie krijgt het dan aan de staart? Ja. Er zijn gewoon niet genoeg data op de kalender op dit moment. Dus, En die klassementswedstrijden en die organisatoren die worden te krachtig. En die zuigen heel die renners naar zich toe. En dan blijft er eigenlijk voor de anderen niks meer over. Ja. Hoewel het toch nog wel wedstrijden zijn. Ja. Dus daar hoor je niks van. Nee, dat klopt. We gaan naar ook een nieuw item binnen de Wieler Talkshow Koerscafé. Dat is de rubriek Wielerherinneringen. Dan gaan we maandelijks op bezoek bij wielerverzamelaars. Van klassieke racefietsen tot retro shirts, wielerlectuur. En Bert Hulleman, dat is iemand die organiseert jaarlijks een wielerverzamelbeurs in Valkenswaard. Zelf ben ik verzamelaar en dan wil je verzamelaars ontmoeten. Dat idee, dat had ooit iemand anders al veel eerder dan ik daar ooit op was gekomen. Dat was Wim Amels en die verzamelde en die trof zijn verzamelaars op wedstrijden. En had dat lumineuze idee dat hij zei van, waarom laat ik die verzamelaars niet naar mij komen? Dat is toch veel makkelijker? En zo is de wielerbeurs ontstaan in Valkenswaard. Dat is ongeveer geweest in 1987, is de eerste geweest. Dat was eerst heel klein in een cafeetje. Toen is hij verhuisd naar het Gegraaf en uiteindelijk is hij terechtgekomen in Zaal Manen. Wim is helaas op een te jonge leeftijd overleden. Toen heeft zijn vrouw, zijn weduwe, Annie, die heeft die beurs doorgezet. En op een gegeven moment op een beurs zei ze in één keer, ik stop ermee. Toen heb ik toch maar besloten om het over te nemen. En zo komt het dat er iemand uit Epe in Valkenswaard een beurs organiseert. We hopen dat we in november, de derde zaterdag van november, dat we dan weer kunnen organiseren. Alle mensen die op die beurs staan, die daar een stand hebben, die dus spullen aanbieden, dat zijn allemaal verzamelaars. Er zit geen enkele handelaar tussen. Als je op een gegeven moment lang verzamelt, dan kom je niet meer aan bijzondere stukken. Anders dan dat je een verzameling koopt van iemand die overleden is, dan koop je dat van de weduwe of van de erfgename. Of iemand stopt ermee. En dan koop je die hele verzameling, omdat in die verzameling bijvoorbeeld 10% zit wat jij niet hebt in je verzameling en wat je erg graag wil hebben. Maar dan hou je wel 90% over. En uiteraard willen de erfgenamen, die willen daar toch wel een vergoeding tegenover hebben staan. Dus je moet daar toch een bedrag voor betalen. En dat wil je dan graag weer terug hebben. Want in principe is het een ruilbeurs, dus er mag geruild worden. Maar als jij alles verzamelt van het wereldkampioenschap en een ander verzamelt alles van de Tour, dan wil het niet altijd zijn dat je dus met degene die iets voor jou heeft interessants, dat je daar zelf ook iets voor hebt. Dus dan is geld eigenlijk het ruilmiddel wat gebruikt wordt als middel om tot een transactie onderling te komen. Het aantal standhouders, dat was in de beginjaren, en dan praat ik over de jaren dat Wim Amels organiseerde, was gigantisch groot, want dat was de enige beurs die er was. Het was zelfs zo dat er een busje met 9 personen vanuit Parijs kwam. Dat was echt gigantisch. En ze kwamen uit Duitsland, ze kwamen uit België. Maar gaandeweg zeiden die Belgische verzamelaars, ja, dat is een heel goed idee. En zijn er ook een aantal beurzen in België ontstaan, waardoor er ook weer standhouders waren die zeiden, ja, maar we kunnen nou heel vaak terecht op een beurs in België, we gaan niet meer naar Valkenswaard. Dus het is allemaal een beetje afgenomen. In principe zocht ik op de wielerbeurzen vooral de zaken die een betrekking hebben met het wereldkampioenschap en de Tour de France, dat was de hoofdmoot. En dan ook nog eigenlijk specifiek bijvoorbeeld dingen die dus vooral op Nederland betrekking hadden met die twee items. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn verzameling het routeboek van de Tour de France van de start die in Amsterdam 1954 heeft plaatsgevonden. Ik heb het routeboek van 1972 toen de start in Scheveningen, Den Haag heeft plaatsgevonden. Ook het routeboek van Leiden 1979.
Ik ben daar zelf ook bij geweest bij die start. Het was een hele bijzondere wedstrijd. Jan Raas die won daar, maar het regende heel erg. En dat was eigenlijk tegen de zin van Félix Lévitan, de directeur van de Tour de France. Die wilde eigenlijk dat er een Fransman won. Dus wat deed hij? Hij verklaarde die wedstrijd ongeldig, omdat het te glad zou zijn geweest op de steentjes in Leiden. Jan Raas was daar zo verschrikkelijk boos over, dat de volgende dag de etappe van Leiden naar Sint-Willebrord ging. En dat hij zijn revanche nam en dat hij daar de sprint won. En daar alsnog de gele trui op Nederlandse bodem heeft aangetrokken. Wat bijna niemand weet is dat het allereerste wereldkampioenschap in Nederland in 1925 plaatsvond in Apeldoorn. En daar heb ik een brochure van. Dat is zeer bijzonder, want dat heb ik eigenlijk verder nooit meer aangetroffen. Maar zelf kom ik oorspronkelijk uit Apeldoorn. Dus voor mij is dat echt een bijzonder reliquie in mijn verzameling. Dat was de rubriek wielerherinneringen. Deze keer met Bert Hulleman, de wielerverzamelaar. We gaan verder praten met Henk Baars, met Edwin Draats en met Joop Klas. En uiteraard komen we nog even terug op het wereldkampioenschap. Edwin, het wereldkampioenschap van Henk. Ja, ik hoor Henk net zo gepassioneerd vertellen over zijn wedstrijd toen hij wereldkampioen werd. Ik vraag mij af, weet je dan nog allemaal hoe die wedstrijd is gegaan? Of ja, weet je het terug uit herinnering van de televisie een paar keer terug te hebben gezien? Kan ik eigenlijk nog helemaal, zou ik helemaal uit kunnen tekenen. Dus ik weet welke rondes, het gevoel gewoon. Als ik het met veel wedstrijden, als ik het dan een bepaald gevoel heb, dan die vergeet ik eigenlijk nooit. Ik weet welke bocht iets gebeurde, wanneer ik af moest gaan. Ja, het gevoel van het winnen. Ja, ik kan vooral wedstrijden die ik ooit heb gewonnen wel filmpjes, fragmenten terugvinden. Maar ik hoor jou gewoon heel de wedstrijd nog een keer opnieuw te beleven. Bij heel veel wedstrijden kan ik, dat is ook wat ik wel in mijn kop heb. Dus ook toertochten, zeg van Henk, hoe ik die zaak bijna uit kunnen tekenen. Ik heb een met toertocht, ik heb ben niet zo goed in rekenen, maar als je zegt tegen die toertocht zet, hoe die gaat, dan kan ik goed. Dus ik kan goed beelden, goed in mijn hoofd opslaan eigenlijk. En de nachten voor een belangrijke wedstrijd, kun je ook goed herinneren? Ja, dat was in 1993, Nederlands kampioen. Toen werd onze Paul geboren. En die had last van kroep, dat is een benauwdheidsaanval. Die kon al zijn hele avond hoesten. God, Simijne, ik wil slapen. Ja, en ik had al een bedje in de garage staan. Een garage aan huis. Maar ik had op tv schuur gezegd, dus ja, daar hebben ze een ander idee bij. Maar ik had een bed beneden in de garage staan. En onze Paul die had net in de avond ervoor een geweldige aanval. En die moest heel naar toe. Ik zei, nou, ik ga hier in de schuur liggen. En er stond ook mijn fietsen, dus één met materiaal. Hè. Ja. En ik had goed geslapen en ik won toen in Tilburg. Dat was een legendarisch interview toen van Jean Nielsen met jou. En je won op de Beekse Bergen. Het was zeg maar een beetje voor eigen deur. En de supporters weer opnieuw heel erg enthousiast. Dan moest het gaan gebeuren. En Nico van Esten, de trainer, stond aan zijn kant. Klein rijden. En ik had in het begin had maar 4 of 5 seconden. Dus het was maar een heel klein gaatje. En klein rijden, niet schakelen, klein rijden. En ik dacht bij mijn eind ook van 4 seconden, is niet veel. Laat zes maals dichtrijden. Hè? Ja. En dan zat Edward Kuiper, Adrie van der Poel, Huub Kools. En tot het bij jullie een keer knakte. En toen was ik vertrokken natuurlijk. En zonder bij te schakelen. Hè? Ja. Dus mijn rondje is netjes afgewerkt. Dus het was eigenlijk een makkelijke wedstrijd achteraf. Ja, over het WK gehad natuurlijk. En ook over voor het NK, dat waren voor jou de mooiste overwinning. Je hebt in totaal zo'n 12 stekens behaald bij de profs. Ongeveer, ik weet het niet precies, maar... En toen waren er ook niet zo heel veel klassementen, dus je hebt eigenlijk maar voor één klassement echt gereden. Ja, dat was toen echt superprestige. Alleen, toen was het altijd tegen, of het was Staamsnijder, Libeton. Maar ik kan me nog een winter herinneren dat je toch in het begin in ieder geval aan de leiding stond van de klassement. Ja, dat was toen, ik denk in 1993. Ja. Dat was een jaar dat ik eigenlijk niet zo'n goede voorbereiding had. Dat was iets, ik denk dat we thuis iets aan het verbouwen waren, dus ik had niet goed getraind. Niet getraind zoals ik wilde trainen. Ik dacht van, godverdomme, nou, ja, je kunt 100% wat je geven, maar kunnen wij ook 150% geven. Ja. Ik dacht, ik gooi erin en ik rijd tot de laatste snik. Elke wedstrijd. Ja. En dat pakte heel goed uit.
Dus toen kwam ik echt aan de leiding. En toen kwamen de Belgische koersen naar kwamen, moesten naar komen. Oh god, man, dat is goed. En toen kreeg ik één pech. Ik had een contract bij Hek. Die waren net overgenomen door een Duits bedrijf. En die kwamen een contract tegen van de heer Baars. En dat wouden ze niet verlengen. Of dat wouden ze niet meer nakomen. Dus ik moest een advocaat in arm nemen om daar mee aan de slag te gaan. En dat was eigenlijk de king in de kabel. Ja. Dat is een van jouw laatste seizoenen ook. Ja, en heel de winter toch. Ja, ik stond in december, in november stond ik aan de leiding van Supersize. En toen kwam heel dat gedoe met de advocaat en rechtszaak. En, maar ja, jullie betaalden mij een onkostenvergoeding om naar al die wedstrijden te gaan. En ja, het wou me niet meer betalen. Dus ik moest alles uit eigen zak betalen. Ja. Dus heb ik me eigenlijk helemaal moeten geven om alles nog op de rit te krijgen voor het NK. Ja. Dat was toen ook niet gelukt. Nee. Net erbuiten, want er was toen in Leeds, denk ik. Was je ook al een beetje bezig met een afscheid van de wielersport? Dat je ook al met een zaak bezig was, hè? Met je eigen zaak? Ja, dat was toen in 94. 94, ja. Dus. Ja. Ja, ik wist ook niet hoe ik zou kunnen gaan stappen, want ja, had ik me niet bijna uitgedacht. Maar op een gegeven moment in die wielen een fietsenzaak begon, dan die weg en daar begon echt ook storm te lopen aan. Toen moest het wel stoppen, want ja, het werd druk. Kinderen waren nog klein, dus Jan die had het druk met de winkel. Ja. Dus en, toen liep het ook alles af en eigenlijk was het ook wel goed geweest. Inmiddels was mijn vader ook denk ik, overleden. En het hoogtepunt was bereikt. Ja. En, maar ik had nog gekunnen, want ja. Ik was nog hartstikke fit. Ja. Maar ja, soms lopen dingen ook anders. Hè. En die eigenaar van Bloeiende Zaken, Henk Baars Bikesport, samen met je zoon ook en met je vrouw natuurlijk als... Als medewerknemers, zeg maar. Even terugkijkend naar het verschil in materiaal in de tijd dat jij fietste en nu. Het heeft een hele grote vlucht genomen, neem ik aan. Ja, ik was denk de laatste die nog mee stuurcomponeurs reed. En mee toeclips. Ja. Want 1991 was meteen een hele grote omslag. Want er kwamen SPD-pedalen. Pedalen waar ik mee op schoen in kon klikken. Er kwam STI-systeem, dus schakeling mee klikken aan het stuur. Er kwamen crossschoenen, een ander soort materiaal qua kleding, een betere helm kwamen. Ja. Dus het was in één keer een hele sprong. Ja. En ook Edwin zit in de fietsenbranche, dus je hebt natuurlijk ontwikkelingen meegemaakt ook. Niet alleen door de branche, maar vooral ook door liefhebberij. Nu nog steeds ben ik daar wel verzamelaar van, ook wel in lichte vorm van die hele oude fietsjes. Ik heb het geluk om verschillende mooie carbon fietsen te hebben. Maar als ik dan toch naar een fiets wil gaan kijken, dan pak ik weer zo'n heel oud fietsje uit de schuur. Waar nog echt wel de romantiek in zit. Een staalframepje en waar Wenk zegt met toeclips en buiscommandeurs. Heel mooi. Helemaal onderdompelen in de retro, hè? In de retro-wielerwereld. Ja, het is er nou weer helemaal in. Ik ben zelf eigenlijk nooit uit het oog verloren geweest. Hoewel dat ook niet helemaal waar is, want toen net die nieuwere fietsen uitkwamen, ja, niemand wilde meer die stalen fietsjes hebben. Dus toen hebben we eigenlijk alles een beetje weggegeven of weggegooid. En pas weer een paar jaar daarna kregen we daar spijt van. En nu is het echt koudwaarts ongeveer. Ja. Echt handel. Ja. Joop, heeft de fiets nog van de prille jaren dat je fietste? Nee, die is weg. Ja. Dus ik heb ook nieuwe fietsen gekocht en op een gegeven moment... Het nieuwste van het nieuwste. Hè? Ja. Daar zijn we mee bezig. Ja. Zowel op de weg en ik heb geen echte mountainbike meer, maar ik heb een gravel racer gekocht. Ja. En pak ik niet meer mijn leeftijd niet meer om die bomen heen draaien, maar gewoon rechte baan en zo hard mogelijk. Ja. Rijden op gravel, dat is tegenwoordig heel erg in Henk. Hè? Dus zelfs een Nederlands kampioenschap staat op stapel. Ja, het is. Als je het beestje een andere naam geeft, kan het wel eens heel anders gaan. Hè? Ja. Want ja, het is gravel en crossfietje. Lekker. Het zijn voor mij twee dingen die gewoon heel veel op elkaar liggen. Ja. En natuurlijk, de parcours het is waar recht aan. Ja. En over een betere pad. Ja. Maar het is goed voor de handel, want het is weer een tak van een fiets waar heel erg in is. En heel veel mensen toch weer aanspreekt om te willen gaan doen. Ja. We gaan eens even vooruitkijken naar het komende seizoen. Als het gaat om grote veldritten. Ja, natuurlijk de meeste veldritten zijn te zien op de Belgische televisie. Nee, maar dat jij ook wel eens ooit voor tv zit als je zelf op de fiets hebt. Altijd. Ja. Volg elke wedstrijd. Veldweg, mountainbike. Ik
Ik wil graag alles zien op televisie. Kan ik het niet rechtstreeks zien, neem ik het op en ga ik het s'avonds kijken. Maar ja. Ik wil alles zien. Ja. Voor jou neem ik aan ook. Ik ook. Ja? Ja, ja, ik wil zelf kijken. Ja. 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 En ook opnemen, zoals Edwin zegt. Ja. En dan in een rustige tijd. Daar heb ik de tijd voor. En dan kan ik overdag een keer afkijken. Ja. Met welke blik kijk jij daarna naar die uitzendingen, Henk, als je de veldritten ziet? De Belgische televisie. Ja, gewoon. Gewoon hoe het parcours is en hoe de krachtverdeling een beetje is. En je kijkt er technisch naar hoe je zelf gefietst hebt. Ja. En hoe Mathieu of Van Aert van elkaar los kunnen komen natuurlijk. Hè? Want het gaat dan om heel kleine dingen. Ja. En ook de mentale strijd onderling. Want ja, het is op een gegeven moment moet er iemand knakken. En dat is altijd de vraag van wie is dat? Ja. Ik vind Van Aert gewoon mentaal gewoon heel sterk. En die kan echt tot de laatste snik blijven rijden. Ook als hij nog in bijna verloren positie is, kan hij toch nog blijven gassen. En heeft Van Poel iets minder. Ja. Maar het is wel een killer, dus wel een afmaker. En winnen, en hij wil winnen. Dat wordt voor jou de man van het winterseizoen, Wout van Aert? Ja, hij is nou helemaal back. Dus zijn blessure helemaal overwonnen. En werd hij de afgelopen jaren laten zien. Dus hij kan in één keer alles. Ja. Dus daar zal hij... En Pidcock ook natuurlijk, want hoe die het mountainbiken al naar zich toegetrokken heeft. Ja. Edwin, wie is jouw man van het komende veldritseizoen? Ik ben toch wel fan van eigenlijk alle drie wel. Inderdaad, wat Henk zegt, Wout enorm gedreven, enorm doorzettingsvermogen. Mathieu iets pilser zoals het lijkt en wat soepeler. Het is eigenlijk vooral Mathieu waar ik... als supporter toch wel fan van ben, maar als sporter zijnde eigenlijk een hekel aan heb, om het zo maar te zeggen. Hij doet het zo makkelijk doen laten lijken. Ik had net verteld dat ik Europees kampioen ben geworden in Tabor. Zo'n verschrikkelijk zwaar parcours eigenlijk. Er liggen balletjes bergop. Dan heb ik echt moeite om fietsend naar het eerste balletje te komen. En hij springt gewoon freewheelend overal door die balletjes heen. Ik denk van dan ben ik televisie aan het kijken en denk, maar het loopt daar toch omhoog. Ik kan daar mijn verstand niet bij. Het is zo moeilijk om een wielerwedstrijd te winnen. En ja, hij doet gewoon mee aan de klassieker en hij wint. Het lijkt zo makkelijk als hij het doet. En dan voel ik mij gewoon, belachelijk gemaakt is veel gezegd. Maar het is enorm, dat verschil. Ja. Zie je Joop instemmend knikken? Matje van de Poel. Hij heeft ook met de lichamelijke kwaliteiten waar je mee geboren bent. En hij is gewoon met hele goede lichamelijke kwaliteiten geboren. Met de genen van Poulidor en van de... Ja. En hoe gemakkelijk dat gaat. En het lijkt wel of die nooit afziet. Maar ja, sommige koersen dan zie je dat toch wel. Ja. Dat hij na de wedstrijd tegen de dranghek aanzet. Ja. Dus dan weet hij dat hij afgezien heeft. Ja. We hebben het over de mannen gehad, moeten we uiteraard ook over de vrouwen hebben. Want die hebben eigenlijk, als je bekijkt naar de belangstelling van de kijkers op de Belgische televisie, meer belangstelling. Wie zou jouw vrouw van de komende winter moeten zijn, nou, die het beste gaat presteren? Ik denk de komend jaar Van den Brand. Toch nog wel sterke vrouw, gewoon ook ambitieus. En... Lucinda Brandt en Lucinda Brandt, ja. Die zie ik wel. En die is nou ook wel mountainbike kampioen, die Sloveense. Vast. Uit Hongarije, ja. Pupil straks van Lars Boven voor de ploeg van SD Works, ja. Voor jou, Edwin? Ik heb niet echt een favoriet, hoewel ik al jarenlang fan ben van Marianne Vos. Kijk eens. Niet zozeer alleen sportief, maar gewoon qua persoonlijkheid vind ik echt een hele leuke meid. Ik heb niet echt een favoriet wie dit jaar het dameswielrennen zal beheersen. Maar daarom kijk ik denk ik ook liever naar een damesveldrit als een herenveldrit. De top die is breder en het is veel onvoorspelbaarder. Ja. En ze vliegen erin. Bij de heren zijn het... Te veel grote ploegen die beheersen. De ploeg van Sven Nys en de ploeg van Paul Sauze. Ja. Ze zijn te groot. Te veel ploegentactiek. Wat niet mooi is in het veldrijden, vind ik zelf. Als hij een beetje naar voren komt, zoals Henk Baars, zijn wereldkampioenschap destijds, dat hoort erbij. Maar
Nu wordt de koers te veel platgelegd eigenlijk daardoor. En bij de dames is dat niet. Die vliegen erin en een genot om naar te kijken. Ja. Je hebt nog een persoonlijke favoriet bij de dames? Nou, persoonlijke favoriet niet. Maar ik ben benieuwd hoe Maud Kapteins uit de omgeving het gaat doen. Ja. Die had vorig jaar wel wat pech gehad. Maar ja, ik ben benieuwd wat hij cyclocrossseizoen ervan maakt. Ja. We gaan het allemaal zien deze winter in het veldritseizoen. Tot zover deze eerste aflevering van Koerscafé, het maandelijkse wielertalkshow van Camper TV. We hebben vandaag een programma gezien vol veldritpassie. Ik wil bedanken onze gasten, Henk Baars, Edwin Raats en Joop Glas. Ik wil ook Madelon en Rutger van de Cyclisten bedanken voor hun gastvrijheid. En ook volgende maand is er weer een nieuwe aflevering van Koerscafé.